Say heaven, say hell, Miss Montreal Sonnehans. Oh, is die cappuccino lekker hier trouwens? Is die cappuccino lekker? Ik ga er nog eentje halen. Even proberen dan. Doe nou even. Nee. Dat zal ik even. Want ik wil het heel graag over de Breda Loco's hebben. Oh ja, dat is natuurlijk altijd een item wat ook regelmatig teruggeeft in dit fijne radioprogramma. Tot 9 uur is dit NAKPRAAT. De collecte. Ja, inderdaad, want dat is wat de Breda Loco's... Kerkending eigenlijk, collecte. Collecte? Zakje rond. Ja, inderdaad. Even een mandje over de kosten. Ja. De brede locus kosten. Nou, misschien wel. Want NAK is ook een beetje religie. En dan moeten we allemaal eventjes met het mandje rond. Ja. En dat trekt in ieder geval wel volle zaal in tegenstelling met de kerk. Maar goed, tot de kern. Collecte van de brede locus. Brede locus, dat is voor het gros van het NAK-publiek wel bekend. Die verzorgen... mooie feestelijke acties in het stadion maar ook buiten de wedstrijden mooie feesten ontplooien mooie initiatieven om in ieder geval de eenheid onder de supporters te vergroten. Hoe lang doen ze dat nu al? Nou, 10 jaar of zo? Officieel bestaat de stichting sinds, de activiteiten van de Breda Loco's bestaan al sinds 2001. Zo lang alweer? Ja, inderdaad. Dat is alweer ruim 12, 13 jaar geleden. En de stichting sinds 2003. Ja, busreizen organiseren. Omdat er een buscombi is. Nou ja, dan kun je beter in een locusbus zitten bijvoorbeeld. Dan in de omdat andere het bus. Wel gezellig is. Ja. Omdat er daar niet mensen in slaap vallen. Nee, precies. Dan zitten de mensen niet aan het raam te likken. Aan het raam te likken? Ja, dat doen ze wel eens. Hè. Goed, ik draai mijn blaadje even om. Nee, de Breda Loco's. Even, ik kom nou even op iets te gaan. Zo ga je het doen. Maar ik kom misschien is het wel leuk als gast om een keer ooit de initiatief nemen van de loco's hier ook in de studio te vragen. Ja, dat kunnen we zeker doen. Meneer Hubert. Hubert Rovers, ja. Want hij is een van de eerste mensen daarbij, hè? Ja, inderdaad. Hubert Rovers heeft het destijds in 2001 een aantal mensen. Hij heeft het in ieder geval wat. Iemand van de eertribune. Hij zat op vak G. Die moeten van we de eertribune en van de B-side afgehaald. Van jongens, wij gaan met z'n allen iets betekenen. Wij moeten nu iets gaan betekenen in het stadion, want het is gewoon dooihap. Wij gaan nu iets gooien van NAK. En dat er weer een beetje een frisse wind door. Zo ontstond het, hè? Een mooie wind door het stadion gaat waaien. Nou ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Ja. We zijn uiteindelijk zo groot uitgegroeid. Want ik ben ik bestuurslid van de Breda Loco's, mag ik me noemen. En budgetten en we geven prachtige dingen uit te laten, hele leuke dingen zien in het stadion. Het laatste wat we hebben gezien trouwens is de wedstrijd thuis tegen Cambuur. Ik kan me herinneren die knallen voor de aftrap. Ik dacht in het begin van, van die dingetjes zo van ineens, bam. Ja, dat was inderdaad de grap inderdaad. Ja. We zeiden tegen die leverancier van, begin een beetje truttig, een beetje flauw. Fiet, weet je wel, van die rare truttige pijltjes. Maar laat ze dan maar eens even goed schrikken. Het hoeft allemaal niet mooi te zijn, als ze maar gewoon goed lawaai maken. Als de ruiten maar in de sponningen staan te trillen en iedereen zit weer recht overeind. Ik hoorde mensen die buiten liepen, die helemaal niet bij ook iemand gehoord, die liep daar en die zei, ze allemaal aan. Nou, ik ook. Ik stond buiten de papieren ratten verkopen en ik had de aftrap gemist, zoals ik altijd doe trouwens. Ja, je mist altijd de aftrap. En ik hoorde gewoon alles. Ik dacht dat het onweerde. Het kraakte ook gewoon. Het was geen knal, maar het kraakte gewoon. Ik dacht, is het nou aan het onweren? Of staat er Van Nelle nou in te storten? Het vuurwerk is begonnen. Dat was een halve atoombom. Ik denk dat is gelukt. Met dank aan de loco's. Ja. Dat zijn dingen die maar gewoon, er moet geld voorkomen. Ja, dat zijn dingen die gewoon erg veel geld kosten. Want we maken niet alleen dat soort dingen, maar ook een hele grote megavlaggen en shooters. Nou, dat zijn de dingen die van mensen die in het stadion, in ieder geval in het stadion zien. Buiten het spandoek, et cetera. Maar er gebeuren ook heel veel dingen buiten het stadion. Het kost een hoop geld. We hebben gelukkig een prachtig donateursbestand. Een paar honderd mensen die ons elk jaar van een leuk bedrag voorzien. Ja. En een reeks sponsoren die acties ondersteunen. Maar we willen af en toe eventjes flink knallen. Letterlijk knallen. En dan gaan we nou met de collectebus. Dus mensen. Is dat nou één keer per jaar of is dat meerdere keer? Dat zit wel altijd één keer per jaar. Ja, één keer per jaar. Januari, februari is altijd een maand alweer. Ja, maar ik heb al meer van die bussen voorbij zien komen. Maar dat is dan weer voor andere externe clubs. Ja, dus is dat dan weer een jaar geleden dat jullie gecollecteerd hebben? Ja, dat is van gisteren. Joh. We hebben vorig jaar inderdaad ook nog gedaan. Het jaar daarvoor niet. Want toen zaten de Breda Loco's zich helemaal verwoven in de Red NAK organisatie. Oh, ja. En toen hadden we collecten voor Red NAK een paar maanden. Ja, in april van het jaar geloof ik. Maar nu staan we voor de Breda Loco's te collecteren. Men staat overal bij de ingang, hè? Ja, we staan achter de ingang. Je seizoenkaart uit je portemonnee. Je haalt het door de machine. Belangrijk dat je... doe je seizoenkaart weer terug in. Maar hou je portemonnee in de hand. Hou hem open. Zorg dat je handje weer in eens een ander vakje kunt doen. En zorg dat je klein geld bij hebt. Papier mag ook.
Ja, want dat is het geval. Dat is, we hebben tegenwoordig allemaal die betaalkaart. Dus mensen nemen, laten alle contanten allemaal thuis liggen tegenwoordig. Ja, tegenwoordig. Ik zal er ook aan denken, want ik pub dat ook altijd inderdaad. Maar hebben jullie daar nou met de organisatie van NAC veel overleg over? Om dit soort dingen te organiseren? Ja, dat proberen we inderdaad wel met NAC. Ja, we hebben NAC ook daar gewoon voor nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En dat heeft in de jaren gewoon een hele goede vertrouwensband opgeleverd. En we krijgen steeds veel meer gedaan bij de club. En dat was iets van de lange adem, maar die samenwerking verloopt inmiddels wel uitstekend.